In de koudste stad ter wereld is het 's winters gemiddeld min 50 graden. Fucking koud hier, gek. Hier kunnen je ledematen binnen een half uur kapot vriezen. En ik ga het doen. Ik ga hier 48 uur lang overleven. En dat moet ik doen zonder dat mijn vingers eraf vriezen en zonder koffers. We zijn al onze koffers kwijt. Maar daarover later meer. Deze reis is serieus spannend om een aantal redenen. Ten eerste, een potentiële oorlog. Terwijl ik deze voice-over opneem, is Rusland inmiddels Oekraïne binnengevallen. Mijn reis was gelukkig 2 weken voor de militaire inval. Maar ook toen werd ons al verteld dat als Rusland het luchtruim dicht zou gooien, wat inmiddels in sommige delen van Rusland dus gebeurd is, ik niet zou worden gered door de Nederlandse ambassade. Ja, best pittig. Nou probeer ik deze wereldwijde diplomatieke kwestie niet compleet op mezelf te betrekken, maar ik dacht dat het toch handig is als jullie weten dat er dus 2 weken tussen heeft gezeten en ik gelukkig heel huids terug ben gekomen in Nederland. Oh ja, en daarnaast wil ik natuurlijk mijn medeleven uiten naar de Oekraïense bevolking. Stay strong. Daarnaast is de kou een serieus probleem. Als je niet goed oplet, dan krijg je brandblaren en dat noemen ze frostbite. En daarnaast is deze extreme kou voor de camera ook geen pretje. Sorry. Ik weet dat je koud wordt. Maar goed, ik ga ervoor. Mijn tijd in de koudste stad ter wereld gaat nu in. Zo, het is echt koud hier, hè? Zie je, echt super koud. De beste manier om de tijd te doden is geld verdienen. Dus besloot ik een business op te zetten. Mijn nieuwe enterprise. Een markt aanboren die alleen ik als West-Europese topondernemer had kunnen bedenken. Vriezers te koop. Voor iedereen die op zoek is naar een plek om dingen koud te bewaren. Nou, dan is dit deze voor jou. Hallo, you want to buy freezer? Freezer, 10% korting. Misschien had ik toch bedrijfskunde moeten gaan studeren. Kutzooi. Ja, hier dacht ik nog dat deze stad een grapje was, maar blijf vooral kijken, want, nou ja, kijk zelf maar. Oh ja, als we het toch hebben over dingen die totaal niet grappig zijn. Toen ik op het vliegveld van Moskou terugkwam van de wc, stond mijn cameramat die Michael met zijn iPhone te filmen. Gaan de koffers er niet? Nee. Meen je? Dit was heel kut. Ik had me extreem goed voorbereid op deze reis. 5 koffers vol met warme kleren, schoenen, jassen. Allemaal voor niks. En dan denk je, dan wacht je toch even dat je koffers terecht zijn, joh. Stel je niet aan, man. Nou, nee. Dat kan dus niet. Want mijn Russische visum verloopt over 72 uur. Oftewel, dan moet ik weer oprotten uit dit land. En als dat nog niet kut genoeg is, moet ik over een half uurtje in het volgende vliegtuig zitten van Moskou naar Yakutsk. I love my life. Ik moest hier een keuze maken. Of wachten op de koffers met als risico dat ik de vlucht naar de koudste stad ter wereld zou missen. Of doorgaan zonder koffers in de hoop dat ik daar niet zou bevriezen. Is dit het domste idee van de wereld? Fuck die koffers. Ik moet een vliegtuig halen. Maar aangezien het vliegveld van Moskou nogal koulo groot is, was er nog maar de vraag of ik op tijd zou zijn. We hebben het gered. Oh my god. Op het nippertje. Daar gingen we, onderweg naar Yakutsk. We besloten het op een zuipen te zetten. 6 uur lang vlogen we over lachwekkende Russische plaatsnamen heen, zoals Nizhnevartovsk. Gelukkig was ik slim genoeg om 1 paar snowboots en een jas mee te nemen als handbagage. En dat was best wel handig, want toen ik uit het vliegtuig stapte, stapte ik rechtstreeks de kou in. Tyfus, kom nou hé, had even zo'n slurfje geregeld. Welke begon heeft dit nou weer bedacht? Gelukkig hoefde ik niet lang buiten te zijn. Ik werd namelijk opgewacht door mijn chauffeur. Ontmoet, mijn Russische vriend. Rustam, mijn naam is Rustam. Yep, dat is het enige wat Rustam in het Engels kan zeggen. Russian beer. Oké, misschien kan hij nog een paar woordjes. Maar Rustam praat vooral veel Russisch. En daar versta ik dan weer geen reet van. Hij blijft gewoon lekker Russisch praten de hele tijd. Heerlijk. In de auto realiseerde ik me pas waar ik was beland. Een plek die aanvoelde als een level uit Call of Duty. Overal sneeuw, ijs, witte rook. Mensen compleet ingepakt op straat. En auto's die, ook al staan ze geparkeerd, aan moeten blijven staan omdat ze anders kapot vriezen. Gelukkig bracht Rustam me veilig van A naar B. Nou ja, veilig. Oké, aangezien ik bijna geen spullen had, kocht ik direct alles wat ik nodig had om hier te overleven. Ik heb dus het perfecte idee. Ik ben natuurlijk maar 1 keer in de koudste stad ter wereld. Dus, de Frozen. Snap je? Frozen. Snap je wat alles is? Als je in de koudste stad ter wereld bent, dan moet je natuurlijk even proberen om een visje te vangen. Dus dat ga ik nu doen. Let's go, baby! I need to put it in there. Gast, dit is geen bierenbil. Gaat er geen bier in het water gooien. Ik ben helemaal knetter geworden. What? Ja, blijkbaar moet dit dus. Zo. Dit is dus traditie. Yakutsche tradition. Tradition. Het vissen duurde lang, jongens. Maar gelukkig had Rustam een gaskacheltje meegenomen. Ja, Rustam had dit vaker gedaan.
onder! No. Kom nou eventjes dan. Als ik hier helemaal aan begonnen ben, dan ben ik hooked. Snap je? Ja, die was lekker toch? Ik ben onderweg naar een plek waar je haaien kan vangen, jongen. Walvissen, barracuda's, octopus, weet ik veel wat ik allemaal ga vangen. Wat een rakker! Visie! Hier hebben we 2 uur op gewacht. Lekker visje. Lekker visje? Lekker visje. Laat een visje. Het werd al bijna donker, dus het was tijd om terug te gaan naar de stad. De hele terugreis realiseerde ik me pas hoe ongelooflijk mooi het hier is. Ik heb de hele rit genoten van het prachtige uitzicht. Oké, misschien heb ik niet heel veel van het uitzicht kunnen genieten. Ik was al 30 uur wakker, ja. En alhoewel ik eigenlijk gewoon naar bed wilde, bracht Roestam me nog even naar de markt, waar alles gewoon lekker bevroren in de buitenlucht ligt. Vissen, vogels, konijnen, koeienhoofden. En ondanks dat ik bijna staand in slaap kon vallen, kon ik er nog even een hilarische woordgrap uitrammen. Zo, ik heb echt zin om naar de kloten te gaan vanavond, hé. Ik ga denk ik de hele avond aan de... Oké, dit was mijn teken dat het tijd was om te gaan slapen. Kom. Ik ben er klaar mee. Na 10 uur krankzinnig lekker gepit te hebben, kon ik er weer tegenaan. En hoe? Goedemorgen, het is een nieuwe dag in de koudste stad ter wereld. En hoe kan je de dag nou beter beginnen dan met een frisse ochtendduik? Oké, daar ga ik. Komt-ie. 3, 2, 1. Serieus, ik wilde eigenlijk in zo'n wak springen deze ochtend. Maar je blijkt er toch best wel een soort van hartinfarct van te kunnen krijgen. Dus ik dacht, ik sla het even over. Vandaag hebben we dingen op de planning staan. Het is ongelooflijk. Het was een gewone dag in Yakutsk. Alles was nog steeds wit en Roestam reed me weer veilig rond door de stad. We onderbreken deze uitzending voor een fantastische Rusland-quiz. Wat betekent dit bordje? Is het antwoord A, een telefoonnummer waar je 24 uur naar kan bellen als je alcoholist bent? Is het antwoord B, een bar die 24 uur per dag open is? Of is het antwoord C, 24 uur lang illegale drankdelivery? Vul je antwoord in. Heb je je antwoord ingevuld? Het goede antwoord is natuurlijk antwoord C. Illegaal drank bestellen. 24 uur per dag. Bedankt voor het kijken naar deze Rusland quiz. Tot volgende week. Het is dus serieus zo dat hier zoveel mensen alcoholist zijn, dat de drankwinkel alleen van 2 uur 's middags tot 6 uur of 8 uur of zo open is. Anders kopen gewoon veel te veel mensen drank. Het is echt absurd. Je vraagt je waarschijnlijk af, waar ben ik? Nou, dat ga ik jullie even laten zien. Ik zit nu namelijk onder een flatgebouw. Want alle gebouwen zijn hier niet zeg maar, op de grond gebouwd, maar ze staan allemaal op pilaren. Why is it on the... It allows to make... Oké, ja. Lopen namelijk allemaal van die pijpen onder, weet je wel, waar water en zo doorgaat. In Nederland zit het gewoon onder de grond, maar als je dat hier onder de grond doet, dan bevriest de hele teringzooi. Je hebt hier dus ook straathonden. Die leven gewoon op straat met min 50. Oh ja, en de straatkatten die bestaan hier niet, want die vriezen gewoon dood. Toen kwam ik tot de schokkende ontdekking dat er hier niet alleen honden op straat leven, maar ook mensen. Where do you sleep? What do you sleep? Serieus, dakloos met min 50. What the fuck? Thank you so much. Teringziek. Het is hier gewoon min 40. 'S Nachts is het nog kouder. Dakloos zijn is al kut. Laat staan in min 50. Echt ongelooflijk. Alles bevriest hier dus kapot snel. Daarom heb ik even wat kledingstukken gehaald. Zoals je ziet. En als je daar dan kokend heet water overheen tieft, dan is het binnen een paar minuten keihard. En terwijl mijn kledingstukken harder dan de sixpack van Joël Beukers werden, was het tijd voor een kleine outfit change. Ja, deze outfit was niet voor niks, want er stonden 7 blaffende broskies klaar om me mee te nemen op avontuur. Let's go, papi! Trouwens, ik hoor je denken, waarom ben je hier in godsnaam naartoe gegaan, Calvijn? Nou, ik zal je het even uitleggen, maar daarvoor moeten we helemaal terug naar het begin. Weken geleden werd ik wakker na een 72 uur durende houseparty. Ik keek op mijn telefoon en las jullie comments. Ik ben best gekke week. En op dat moment wist ik het zeker. Ik moet echt even mijn buurvrouw bellen, want die heb ik echt al zo lang niet meer gesproken. Hey, buurvrouwtje! Hey, hoi, Calvijn. Hallo. Kom je snel weer langs? Ik kom overmorgen wel langs, ja? Oh, dat is mooi. Wat zie ik je dan? Oké. Wat
Kan jij van die ijsklontjes voor me meenemen? Dat vind ik zo lekker. Toen sloeg de paniek toe. Mijn vriezer is namelijk al maanden stuk, maar ik kan mijn buurvrouwtje niet teleurstellen. Op zo'n moment weet je dat je nog maar één optie hebt. En daarom ben ik hier, in de koudste stad ter wereld. In mijn hoofd was dit heel grappig, ik weet niet of het echt grappig... We gaan gewoon door. De terugreis was nog mooier dan de heenreis. Alleen was er één klein probleempje. Die honden hebben er niet veel zin in. De honden waren een beetje moe geworden. Jullie doen het goed, hondjes. En ik ook. Rustam, watch. Did you drink? Watch een bier. Lekker biertje. Lekker biertje. Inmiddels was het 2 uur later en moesten mijn kledingstukken knijterhard zijn. Kijk dit, fucking gruwelijk. Dit is toch absurd, jongen. Present for you. Ah, thank you. Ik heb een kapot goed idee, wacht. Dit gaat werken. Kom. Mijn naam is Calvin en welkom bij Jackass. En net toen ik dacht dat dit mijn laatste blunder op deze reis zou zijn, gebeurde dit. Ja, dat is kut. Je moet nooit je bier neerzetten buiten en dan eraan drinken. Help, hoe doe ik dit? Rustam, help. Rustam. Ik durf gewoon niet. Ik durf het niet. Oh, chill. Het begon donker te worden. Ik probeerde nog even snel de gladste glijbaan waar ik ooit op heb gezeten en belandde in een of ander glibberig hartje waar het blijkbaar vet lastig was om uit te klimmen. Dit Russische jongetje voelde aan als mijn grootste tegenstander. Mijn aartsrivaal. Zo'n snotneus gaat mij toch niet even laten zien hoe dit moet, hé. Hey. Wat moet Rustam wel niet van me denken als ik word ingemaakt door deze kleine opdonder? Lekker voor je. Zie. Kijk, een struggelen dan. Terwijl ik uitkeek over Yakutsk, realiseerde ik me dat ik nog één missie moest volbrengen. Ik heb de kou overleefd, de autoritjes met Rustam en ik ben niet opgepakt. Sterker nog, ik voel me vrijer dan ooit. Ik ben van deze plek gaan houden. En alhoewel ik deze video veel missies heb volbracht, moet ik de belangrijkste missie van allemaal nog volbrengen. Buurvrouw, ik kom eraan! Nou, hé. Hey. Buf? Ze zijn geweldig. Lekker, hè? Ja. Wat blij dat je weer bent, jongen. Hey, proost. Was het koud daar? Min 50. Dan zie je er nog echt goed uit. Dankjewel. U ziet er ook goed uit.